hoeveel geld zou je weggaan bij VVV Fijn? Nou, ik zou niet voor geld weggaan. Ik zou voor sportief beter zou ik misschien wel weg willen gaan. Maar ik denk dat, ja, dat ik voor alleen geld niet weg zou gaan. Ik ben niet een speler die in een gek land mezelf ziet zitten met mijn gezin. En daar is toch nu een beetje ja, het grote geld wat er geboden wordt. Maar ik zit goed hier bij VVV. En als er wel iets moois komt, dan ga je erover nadenken. Maar ik ga nu gewoon lekker met VVV de Eredivisie. En voor welke club ben je in de Eredivisie als je VVV niet mocht kiezen? Dat is niet zo moeilijk. Ik ben voor Ajax. Ik heb geboren en getogen in Amsterdam. Dus ja, mijn club is altijd Ajax geweest. Vroeger had seizoenskaarten gehad, dus daar heb je wel een speciale band mee. Maar ja, volgend jaar in de Eredivisie ben ik voor VVV. Maar als ik een andere club moet kiezen, dan is dat zeker Ajax. En wie is je favoriete voetballer? Ja, vind ik moeilijk. Ik heb wel veel idolen gehad. Vroeger was ik altijd heel fan van Zidane. Wel ander type dan ik natuurlijk, maar ik vond hem wel echt een van mijn favoriete spelers. En, ja, momenteel kan ik ook wel genieten van Verratti als middenvelder. Dus ik denk dat ik wel die twee moet zeggen. Wat is je lievelingseten? Dat is wel moeilijk, hè. We eten natuurlijk altijd veel pasta's. Maar ik denk dat ik voor een pizzaatje wel het lekkerst vind. Hoe ben je aanvoerder geworden van VVV Venlo? Nou, dat is simpel. De trainer heeft me aanvoerder gemaakt. En zo ben ik het geworden. Dus ik kon de trainer al van in zijn tijd van ADO. En hij sprak uit dat hij mijn aanvoerderstype vond. En dat vond ik oké. En ik ben hiervoor bij Dordrecht aanvoerder geweest. Bij Jong Groningen was ik aanvoerder. Dus ik ben altijd wel aanvoerder geweest. Dus het was niet echt een hele grote stap. En wat als je geen voetballer was? Wat zou je dan hebben gedaan, denk je? Mijn familie heeft een kroeg in Amsterdam. Op de Prinsengracht. Dus ik denk als ik geen voetballer was geweest. Of stop met voetballen. Dat ik waarschijnlijk wel achter de bar terecht kom. En misschien wel in een kroeg gaan werken. Zou je liever de KNVB-beker winnen of de Eredivisie? Ja, het is allebei wel mooi. Alleen als ik moet kiezen zou ik wel gewoon een heel seizoen in de Eredivisie minimaal willen spelen. Alleen die KNVB-beker zou ook wel een hele mooie prijs zijn. En wat is jouw grootste droom? Mijn grootste droom? Ja, realistisch of gewoon... Realistisch. Ja, dan kampioen met VVV in de Eredivisie. En bedankt voor het antwoorden van deze vragen en heel veel succes in de Eredivisie. Dankjewel, komt goed.